God, hebben wij hard gewerkt vandaag. Verschrikkelijk, daar kan geen fidget spinner meer zien. Goedemorgen, deze donderdag, hemelvaartdag. De zon is net op, het is net 6 uur. Ik word om 6:15 opgehaald. Willem is ook beneden. Voor het geval ik door mijn wekker in zou slapen. Ik ga snel een thermoscoop koffie maken. Een douche aankleden. Lekker een dagje werken. Ik heb er super veel zin in. En ik ga jullie natuurlijk meenemen voor zover het kan. Dus, zie jullie later. Inval is waard. Marktraam is opgebouwd. Twistel op mijn hoofd. Het is bloedheet. Mooi weer. Ik zal zelf wat sfeerbeelden maken. Dus terug naar de kraam. Bij mijn laatste sanitaire stop. Zie jullie later. Het wordt een hele korte vlog. Wat hebben wij hard gewerkt vandaag. Verschrikkelijk, ik kan geen fidget spinner meer zien. Mijn voeten. Het was zo leuk. Het was zo geweldig. Maar mijn voeten, jongens. Ik heb zo'n pijn in mijn voeten. Het is nu 7:05 avonds. We staan nu even bij een tankstation. Vlakbij Reewijk. Dus nog een half uurtje ben ik thuis. Dus ik zie jullie later. En dan kan ik mijn schoenen uit. Yes. 8:30 binnen. Huis is verlaten. Iedereen is naar vol van Sven. Wat een dag, wat een dag, wat een dag. Maar wat was het leuk. Maar ik ga nu mijn schoenen uitdoen. En ik ben eigenlijk bang wat ik aantref. Ik ben bang dat als ik ze nu uitdoe, dat ik gewoon niet meer kan lopen. Dikke voet? Nee hoor, helemaal niet. Oh. Ja, het huis is in ieder geval netjes opgeruimd. Zo te zien hebben ze vetpot gegeten. Wat is aan kant? Man. Nou ja, de koude vloer doet het goed. Maar mijn tenen zijn 2 keer zo dik als normaal. Oh. Omhoog. Maar ik ga lekker de televisie aan doen. En dan een glaasje drinken nemen. En verder doe ik helemaal niets meer. Ik zie jullie later. Even genieten van het gevoel dat ik mijn schoenen uit heb. Nou, hier nog even afsluiten van de vlog. Ik ben werkelijk op na deze dag werken. Je wil echt niet weten, ik heb 7 bluien onder mijn voeten. Dat komt omdat mijn schoenen zaten voortreffelijk hoor. Maar we stonden op een ongelijk straatje met klinkertjes. En als het dan zo warm is, dan gaat natuurlijk toch je voeten gaan broeien. En op een gegeven moment voelde je ieder hobbeltje, bobbeltje voelde je door je schoenen heen. Nou, ik was gelukkig niet de enige die pijn in zijn voeten had. Zelfs de neef van Willem, die liep als een 80-jarige toen we op een gegeven moment even moesten wachten tot zijn zakenpartner klaar was. Want we zijn na de markt zijn we nog even doorgereden naar zijn zakenpartner om nieuwe spinners te halen. Zo hard was het gegaan. Dus vandaar ook dat ik zo laat thuis was. Nou ja, wat ik al eerder zei, het huis was verlaten. Willem was met zijn Juri en Willem waren samen meegegaan met Sven. Naar een voetbaltoernooi, die had s'avonds een voetbaltoernooi vanaf 6 uur. Die zijn net thuis. En ik zat op de bank en ik zat echt in te storten. Ik zei, nou weet je wat,
Ik ga gewoon lekker naar boven. Het is nu iets over 10. En ik vind het helemaal gescheten. Het is een hele korte verlof, jongens. Maar we hebben het gewoon zo druk gehad. Dat ik gewoon niet de tijd heb gehad om de camera te pakken. En op de heenweg hebben we zo zitten kletsen dat ik vergeten was om beelden te maken van onderweg. En op de terugweg zat hij alleen maar aan de telefoon met zakenpartners, zakenmensen en dergelijke. En andere handelaren. En hij is gewoon heel erg op zijn privacy gesteld. En ik zei ook, ik kan het geluid weghalen, maar haal het gewoon liever niet. Nou, dat moeten we gewoon respecteren. Dus ook daar geen sfeerbeelden van kunnen maken. Natuurlijk heel even attention. Maar het is niet anders. Ik heb in ieder geval echt een waanzinnige dag gehad. En nou, hij vond het ook geslaagd. Dus het zal vaker gaan gebeuren dat ik meega. Nou, het is hartstikke lekker straks eentje. En het was gewoon super gezellig. Het was super gezellig met hem. Het was super gezellig met de mensen om ons heen, met de kramen. Want ja, laten we wel zijn. Niet alleen kinderen vinden fidget spinners leuk. Het blijkt ook dat heel veel volwassenen het leuk vinden. Er kwamen zelfs mensen aan de kraam die bijvoorbeeld in een rolstoel zaten. Die vanuit de artsen de tip hadden gekregen om daarmee te gaan oefenen. Om bijvoorbeeld je vingerstijfheid weg te krijgen. Het is een hype, maar het is ook meer dan dat. Maar ja, genoeg gekletst. Ik ben echt verrot. Oh. Ik wil zeggen, ja, wat je één dag werken? Nou mensen, doe het maar eens met 28 dagen in de brandende zon. En dan gemiddeld tussen de 10 en de 15 mensen aan je kraam. En dan kinderen allemaal. Mag ik die proberen? Mag ik die proberen? Oh mama, mag ik die? Oh mama, mag ik die? Want je weet precies hoe het gaat natuurlijk met kleine kinderen. Maar ja, het was zo leuk. Het is ook dankbaar werk. Je kan dus ook leuke dingen doen met die kids. Ik ga mijn oogjes sluiten. Sorry nogmaals voor een korte vlog. Maar dat was het resultaat. Nou ja, zien jullie ook eens een keer hoe ik in mijn bed ligt. Ik, hoe ga ik het doen? Beneden zit iedereen druk bezig. Nog met televisie kijken en dergelijke. Ja, ik ga het gewoon naar boven. Ik lag al met mijn ogen dicht. Willem maakte me wakker. Dus vandaar. Nou, genoeg gekletst. Ik zie jullie morgen weer. Dus ik zeg bij deze. Fijne ochtend, fijne middag, fijne avond. Have fun. Geniet. En tot morgen.